Het Van Dongen en de Roosstadion was dit weekend het decor van een groots boksevenement. Midden op het veld waar normaal Excelsior speelt, stond nu een enorme tent met een boksring. Zaterdagavond vond Gladiatoren aan de Maas plaats, een boksgala voor het goede doel, waarbij 20 amateurboksers uit het zakenleven het tegen elkaar opnamen. In de uitverkochte tent maakten 1800 toeschouwers er een groot feest van. Er werd uiteindelijk door een veiling en het verkoop van flessen champagne bijna €200.000 opgehaald voor het goede doel. Op zondag stond in de grote tent de boksinterland Nederland-Kazachstan op het programma. Het waren in totaal 9 partijen met onder andere regioboksers Artjom Kasparian en hier de Schiedamse Nouchka Fontijn. Het was de eerste keer weer dat Fontijn, hier vechtend in het blauw, in de ring stond na de deceptie van haar WK-finale een paar weken geleden. In eerste instantie was ze namelijk tot wereldkampioen uitgeroepen, maar na protest van haar Britse tegenstander moest Fontijn tot haar grote teleurstelling genoegen nemen met zilver. Ik was 1 week thuis en dat was natuurlijk een week van eerst ongeloof en daarna eigenlijk gewoon boos en geïrriteerd door heel die situatie. Is dit nou serieus? Overkomt mij dit nou eigenlijk? En soms kan ik me nog even moeilijk voorstellen dat ik in die wereld weer kom. Dat ik zelfs die tegenstander en die trainers weer moet tegenkomen en zo. Maar ook dat is eigenlijk denk ik een kwestie van gewoon gaan en Europa weer in en een kleine toernooi weer af. Dan komen ze vanzelf weer tegen. En tegen de tijd dat het een half maart is en de belangrijke kwalificaties staan, dan hoop ik dat ik weer helemaal sharp ben. Nouchka Fontijn won haar partij dus vrij gemakkelijk, maar Nederland verloor uiteindelijk de interland met 6-3 van het sterke Kazachstan. Het absolute hoogtepunt van het enerverende bokstoernooi was natuurlijk het WBA-titelgevecht van Rotterdammer Steven Danjo tegen de Brit Navid Mansouri. Een echte profpartij dus in Rotterdam. Eigenlijk met heel veel zelfvertrouwen ga je ze dag in. Dan kan je eigenlijk, je kan niks meer doen. De trainingen zijn gedaan. Dus het is alleen maar een beetje scherp zetten en knallen. We staan bijna op de middenstip van het Excelsior-terrein. Nu kan je het niet zien, maar zo voelt het wel. Midden in de stad, midden in onze stad. En met zoveel mensen die echt de partij ook steunen, enthousiasmeren. Ja, we konden eigenlijk niet verliezen vandaag. We hadden een gameplan en die ging redelijk volgens plan. Het was een hele taaie jongen. Een jongen die me ook kwam om te winnen natuurlijk. Het was een 50-50 wedstrijd. Maar de motivatie door Rotterdam, zo heb ik de partij naar me toe kunnen trekken. Ze heel goed naar mijn hoek, Tom Dunk en Ismael Salas uit Las Vegas. En die zeiden, we hadden afgesproken free up the dock. Dat wil zeggen, nu ervoor gaan. Ja, en toen ging ik en dan zag je ook dat die jongen achteruit ging en ik het naar me toe kon trekken. Gloria aan God. Ik heb er hard voor gewerkt al die jaren naar dit punt toe. Het is echt een droom die uitkomt. Historie voor Nederland geschreven. Eerste keer in Nederland hier.
Maar geweldig, geweldig. Dat dit gebeurt is net een film, joh. Het is, mijn dromen komen uit. Als je er echt in gelooft, als je er keihard voor werkt, is alles mogelijk. Dit is natuurlijk een prachtige titel, maar de wereldtitel. Ja, hè? Ja, dit is dan. In de Champions League heb je het niet, maar Europees kampioen ben je nu. En nu ga je naar het echt grote mannenwerk. Dat wordt wel heel zwaar, moet ik zeggen hoor. Want dat zijn echt wel. That's a different cookie, zou ik even gaan zeggen. Maar ja, we gaan ervoor. En de samenwerking met Sanders is daar. Steven is op zijn top. Wij hebben er zin in, dat is ook belangrijk. Dus ik voorzie geen probleem. Vannacht slaapt deze riem bij je? Deze slaapt naast me alsof het mijn vriendin is. Lekker naast me. En ik weet niet als ik morgen wakker word. In die zin van dat ik gewoon lekker ervan ga genieten.